Heb je mag ik voelen? Spel? Ja hoor. Oh. Ze zijn gewoon heel zacht hoor. Zijn die van die... Echt hele mooie. Oh, echt heel mooi. Oh, eindelijk een man. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van FIP. Fred's Important People. En vandaag ga ik op bijzonder bij wel een heel bijzonder koppel. Namelijk het transgender koppel van Nederland. Louise en Rosanna. En ik volg ze al jaren. En we gaan een baby zoeken, want ze krijgen een kindje. Dus ik zou zeggen, bring it on. Hallo liefde, eindelijk zie ik je live. Ja. Hallo knapperd. Hallo dan. Hoe gaat het dan? Goed schaam. Nou ja, ik wist niet wat ik moest kopen, dus ik heb dit gekocht. Oh. Want dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk. Want wat wordt het? Jammer. Nou, dat kan toch? Ja. Dat maakt toch geen reden meer uit. Kijk, ik kan pas op zijn derde jaar kan hij er pas in. Maar ik vond hem wel... Heel erg tof. Voor de mensen die jullie misschien niet kennen, dit is wel echt een heel bijzonder verhaal wat hier gebeurt. Vertel even, hoe kwam jij ter wereld? Ja, ik kwam gewoon uit de poes. Uit de poes, maar waarschijnlijk al met boa's en veren en pailletten. uit die baarmoeder en hoi. Maar je was een jongen. Ja. Maar ben je dan geboren, kijk, ik weet het wel, maar toch even, maar ben je dan geboren, word je geboren als jongen? Jawel. Of word je geboren als transgender? Mannen. Ja, ik heb begrepen dat er al in de baarmoeder een soort van iets gemaakt wordt, waardoor je dus, ja, transgender bent. Ja. Dus het ligt eigenlijk aan de moeder, in de baarmoeder, die dan ervoor zorgt dat net dat stofje niet komt, waardoor ik gewoon eigenlijk mijn man ga voelen. Ja. Dus ja, je wordt wel zo geboren. Je wordt niet zo omdat je naar Jerry Springer kijkt. Nee, maar... Hé, mijn schat, en jij, dat is ook even, jij bent... Ik ben Rosanna, ik ben geboren als vrouw. Ik ben nou een vrouw. Ik ben zwanger, maar zodra ik van die kleine af ben, dat die eruit is... Wat lekker dat je dan ga ik op de hormonen, dus dan ga ik transformeren. En dan ga je transformeren tot man, dus dan komt er echt een piemel aan. Ja, dan komt een piemel aan. Heb je dan een beetje inspraak? Ja, ik hoop niet een hele dikke aan je. Waarom niet? Nee. Zet nou zo'n voorbeeldeel, dat is zo'n kanon. Ja, ja, maar schat, als je dan toch de keuze hebt... Ja, dan wil ik wel een, iets wat bij het bestuur past. Dus, nou, schat, het wordt een wereldwiel! Oh, hoeveel paar kilo's kwijt te zijn. Hey, en jij, want jij hebt wel, in het begin was het lastig, denk ik, voor je ouders. Ja, ik was 12 en toen heb ik dus verteld dat ik liever een meisje wilde worden. Dat ik werd niet geaccepteerd, want ik was de oudste zoon thuis. En ben eigenlijk dus met 12 jaar de straat op gegaan en heb hier en daar een beetje gezworven tot mijn 15e. Ik sliep onder een brug, onder een boom, bij alle soorten mensen wat je maar kan indenken. Dat was wel een hel voor mij in die tijd, maar ik ben heel blij dat ik Rosanna heb leren kennen en anders was ik er misschien helemaal niet meer geweest. Nee. Heel eerlijk gezegd. We hebben elkaar samen eigenlijk wel een beetje omhoog getrokken, denk ik. Ja. Ik denk dat jullie zijn gewoon een lot uit de loterij voor elkaar. Dat is natuurlijk echt bijzonder. Komt u binnen? Oh, wat leuk! Wat een grote kamer nog, joh. Dit was eerst mijn make-up tafel. Ja, je moet wat erover hebben, schat. Oh, ja. Nou, dit is dus de kamer. Jeetje, wat heerlijk, hè? Alles heb je. Hé, maar schat, even. Ze zijn wel erg goed gelukt, hè? Wat voor cup is dit? Ik weet het niet, ik ging voor een C, maar ik werd wakker. Nou, het is geen C, dus dat kan ik je vertellen. Nee, het zal nu wel een E zijn of zo. Voel maar. Heb je mag ik voelen? Spel? Ja hoor. Oh. Ze zijn gewoon heel zacht hoor. Zijn die van die... Echt hele mooie. Oh, echt heel mooi. Oh, eindelijk een man aan mijn tieten. Sorry schat, ik zit even aan de tieten van je wijf. Oh, wat leuk is deze. Ja, precies. Nou, dat ga je straks echt kijken. Maar kijk dit dan. Oh, schat, dit is toch even serieus. Ja, dat is toch geweldig. Maar luister. Ja. Heel even. Dit had je toch nooit durven dromen? Nee, ik had het niet verwacht. Ik zeg heel eerlijk, ik heb eigenlijk nooit echt kinderen gewild, hoor. Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd zoiets gehad van, ik denk als ik een kind ga nemen, dat kind wordt gepest en krijgt hetzelfde leven als ik. Alleen maar ellende.
Maar ja, weet je, we zitten nu al 2018 bijna en ik zie steeds meer acceptatie in homo's of transgenders of lesbische. Dus ik heb zoiets van, moet ik dan mijn droom opzij gaan zetten omdat er van die rotte appels tussen zitten? Nee, precies. Je leeft toch je eigen leven? Ja. Hallo. Dus ik denk, we doen het. We geven alle liefde en dat is het belangrijkste. Ja, en dat gaan jullie echt geven, dat weet ik zeker. Je zingt toch ook? Ja. Kan je een stukje zingen? Wat moet ik zingen dan? Ja, iets... Doe jij dan playback? Ja, de playback hier. I don't need your sympathy. Nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons well. Nee, ik ben echt... Ja, maar ik vind wel dat je het kan. Dan heb je wel Audemio, die twee gedaan. Ja. Wat waren ze zuur toen die mensen zeggen. Oh, maar je zult het wel weten nu. Ja, ik zing nou liever gewoon met mijn eigen stem. Dan kan het. Want je treedt veel op, toch? Ja. Ja, ik zie wel. Ik van de week stond je weer ergens met een beeldige jurk. En toen zei iemand die zei boe. En wat zei je toen? De mensen die boe roepen, die mogen de tyfus krijgen. Waarvan acten, lieve mensen? Nou schat, dit is dus... Hier kom je vaak? Ja. Wat doe je hier allemaal? Nou, hier laat ik dus altijd mijn gezicht doen of mijn haar doen. Maar je gezicht, wat dan? Ja, gewoon een lekkere behandeling om weer wat frisser uit te zien. Want doe je verder nog wel eens dan botox? Nee, dat kan hier weer niet. Oh, dat kan hier niet. Botox ga ik weer naar een andere kliniek. Dat is gewoon, hè. Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb iets heel leuks voor jullie. Ja. Nou, kom maar even mee in de wachtruimte. Zo? Nou, lekker. Kan jij wel op je buik liggen met die tieten van je? Ja. God, kanon. Ik denk het wel, weet ik eigenlijk niet. Nou, verraad. Jij bent echt wel een op-top-vrouw, hè? Echt? Ja, vind ik wel. Nee, je bent echt wel een op-top-vrouw, want je hebt ook wel de vormen. Sommige vrouwen zijn heel recht, maar je hebt wel echt ook vrouwelijke vormen. Billen, heupen. Heupen? Ja, je bent, ja. Die liggen nog gewoon in de la, hoor. Die doe ik alleen om als ik uitga. Ja, dan doe je dan een apart broekje aan, ja? Ja, dan doe ik van die dingetjes een beetje erin. Hoe heet je ook alweer als man? Ik heette vroeger Loïke. Loïke? Dat is ook een kutnaam ook. Ja. Oh, krijg je even de tyfus. No time. Oh, wat zijn die heet, man, die stenen. Oh. Je hebt ook zo'n enkel, hè? Tikken van de klok. Dus elke tik word je ouder. Oh. Oh, ik word dubbel gevouwen. Oh, nee. Oh shit, daar is zin van. Oh, hallo, hi. 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 Ja, ze liggen er allemaal nog. Ze zijn net één afgevallen. Per ongeluk ging dat. Ja. Nou, lekker hoor. Facial. Tot maandagmiddag. Er zit wel heel veel zand in, hè? Deze of wat? Het zijn diatomealgen. De wat van Toma? Diatomealgen, dat zijn eigenlijk hele kleine balletjes die een soort uitstulpetjes hebben. En daarom voelt het echt zo korrelig en schurend aan. Heb jij ook een kleine uitstulping, of niet? Ja. Moet je het zien? Ja, ik wil hem eigenlijk wel zien, ja. Ik laat hem je zo zien, moment. Ja. Nou, wij laten jullie eventjes lekker liggen. Oké, okay, top. Dankjewel. Even nog een beetje bijkomen. Ja, precies. Ja. Dankjewel, meiden. We zien jullie zo bij de Fly. Ik vond het heel leuk met je. Ja? Met jullie. Ik vind het natuurlijk heel jammer dat Roos zich zo voelt. Maar ik hoop dat het heel snel eruit is. En gewoon een mooi wijf ben je. En ik wens je echt alle geluk. En zodra die kleine er is, dan kom ik echt een keer kijken. En dan gewoon heel veel liefde gewenst. Je bent welkom. Heerlijk, schat. En ja, dankjewel dat ik vannacht waarschijnlijk vannacht en de aankomende weken zal wakker liggen. Want ik heb de kale poes gezien. Maar een beeldschone kale poes, is niks mis mee. Willen jullie nou ook een kale poes zien, lieve mensen? Dan moet je even abonneren met je bek. En even het filmpje kijken. Plaats het in de comment, dan reageer ik erop. Daar schat! Of zoals ze hier zeggen... Hiya! Hi.
wel mooi zingen, schat. Vind je? Ja, ik vind het wel mooi. Zo'n mooie, zachte stem. Ja? Zal ik eens even echt zingen dan? Ja. Steeds als ik je foto zie.